eigenlijk nooit last van heimwegen had. Maar de mensen, ze staken, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Utrecht, want daar brandt nog licht. Complimenten, douche. Wat vindt u daar nou van? Heel leuk. Heel leuk. Maar afwachten wie hem krijgt. Ik denk de muziek in de wijk, de kinderen. Vind ik geweldig dat we dat hier bij deze vereniging met 57 leden, dat we dat toch een compliment krijgen en dat we er altijd iedere dag zijn. Ja, ontzettend leuk. Ja, ik was enorm verrast dat we toch genomineerd zijn. En ik vind het wel echt sowieso al een compliment dat we genomineerd zijn voor deze prijs. En ook dat het komt van buurthuis De Beatrix. Is toch echt wel een ding in de wijk wat gedragen wordt door de buurt. Dus dat vind ik gewoon heel mooi. Deze complimenten, douchewoord, die is natuurlijk eigenlijk gewoon voor iedereen die zich gewoon heel erg inzet voor het buurthuis. Wat doet u allemaal hier? Ik doe heel veel voor de ouderen, want ik vind het heel belangrijk. Ik ben voor 5 jaar terug begonnen. Want daarvoorheen hadden ze altijd een warme maaltijd. Die werd te duur. En toen liep ik al een half jaar rond. Ik moet wat doen. Toen ben ik met 6 mensen gestart. En we hebben nu een stop, want we hebben de 30. Inmiddels zijn er 6 overleden en verschillende naar bejaardenhuis gegaan. Maar het buurtteam komt iedere keer weer met eenzame mensen voor de lunch en die blijven dan. 50 jaar, dat is nog wel wat, hè? En we hebben de oudste lid is 92. En die is al ruim 35 jaar lid van de club. En de mensen hebben hier elke middag een plezierige middag. En als het biljart afgelopen is, dan gaan er nog mensen het kaarten met elkaar. En dan het is gewoon voor die mensen een heel goed uitje. Dat ze allemaal netjes hier weer vandaan gaan en dan gaan ze weer naar huis. Maar de volgende morgen om 10 uur staan ze er weer. Muziek in de wijk is een stichting die muziekeducatie verzorgt voor jonge kinderen in de wijk Noordwest. Zuilen, Ondiep, stukje Pelsweert ook. Voor in de leeftijd van 7 tot ongeveer 15 jaar, zo'n beetje. En het mooie aan Muziek in de Wijk is dat we echt muziekeducatie geven. Ook aan kinderen voor wie het misschien wat moeilijker is om daaraan deel te nemen. Misschien dat ouders het gewoon financieel wat lastig hebben om dat te bekostigen. Maar doordat wij bijvoorbeeld ook instrumenten gratis aanbieden, zodat de kinderen ook thuis kunnen oefenen. En de bijdrage zeg maar zo laag mogelijk proberen te houden, hopen wij op die manier te zorgen dat ook echt alle kinderen gewoon in de wijk mee kunnen doen met muziek. La, 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 la. Zo. Nou. Dit had ik niet verwacht. Ik zei, de muziek in de wijk krijgt het. Ik ben er ontzettend dankbaar voor. Want april bestaan wij 5 jaar. We doen niet alleen de lunch. We gaan ook, ik probeer overal te schooien om geld. We gaan dus naar het strand. We zijn nu bij FC Utrecht voor een diner geweest. Ik hoop dat ik het nog lang kan doen. Ik ben jullie allemaal erg dankbaar hiervoor. Hoe is eigenlijk die complimentendouche tot stand gekomen? In november kwam Jolanda bij ons met het idee van, is het niet leuk om een award uit te delen voor een activiteit of iemand die wat in het buurthuis doet? Nou, de buurtlunch is natuurlijk een groep die hier al 5 jaar lang iedere dinsdag zit. De muziek in de wijk zit hier bijna iedere door de weekse dag met muzieklessen. En het biljart zit hier natuurlijk ook iedere dag. En daarmee hebben we die genomineerd. Marcel van Bewonersactiviteiten Zuilen, die is de award gaan maken. Die heeft van allerlei onderdelen, want ja, een complimentendouche waar de complimenten uitstromen, daar moeten douchekoppen bij. Dus die heeft van alles bij elkaar gezocht. En die heeft deze samen met een collega in elkaar gelast. Kijken,
Jij, kijker in u in de wijk Zuilen, geef deze mevrouw gewoon voor de zoveel jaar bestaan, gewoon doen, doneer, blijf doneren voor de senioren hier in Zuilen, want dit is een goed en een leuk doel. Toch, mevrouw Baron? Dankjewel.